wil ik het over hebben. Ja. In plaats van al die steeds nutteloos wordende koopkrachtplaatjes en modellen. Want u waarschuwt zelfs voor een revolutie. U schrijft letterlijk: deze sluimerende onvrede is buitengewoon gevaarlijk. Hè, de onvrede onder de bevolking. De geschiedenis leert ons dat deze onvrede een voedingsbodem is voor revoluties. En vervolgens citeert u de Franse filosoof Alexis de Tocqueville, instemmend, die dan zegt: de revoluties uit het verleden waren niet het gevolg van een of andere gebeurtenis of een of andere persoon of een toevallige oppervlakkige aanleiding. Nee, revoluties zijn altijd het gevolg geweest van een diepe maatschappelijke onvrede, van het breed levende idee dat de klasse die aan het bewind was door haar onverschilligheid, haar zelfzucht en haar ondeugden onbekwaam en onwaardig was geworden om nog langer te regeren. Doe maar. Ja, ik vond dat hij dat buitengewoon netjes uitdrukte. En dat maar was niet al te lang voordat er een revolutie uitbarst in Frankrijk. Maar kunt u, houdt u het concreet voor mogelijk dan? Dat dit binnen afzienbare tijd in Nederland kan gebeuren? Ik zie in bepaalde Europese landen onrust. En die is groter dan in Nederland. Maar die onvrede is er wel in grote delen van Europa. En die onvrede die komt het meest naar buiten in Frankrijk. Dat er in Frankrijk al 2 jaar lang door de gele hesjes massale demonstraties in heel Frankrijk plaatsvinden. Door de gewone Fransen. Dus bij ons zijn er wel eens wat gele hesjes geweest waar je misschien van denkt, wat zit hier achter? Maar gewone Fransen die gewoon zeggen: wij willen gezien worden. We trekken een geel hesje aan, omdat de overheid op iedereen let, behalve op ons. Wij staan om 6 uur 's morgens op. Mm-hmm. Wij kunnen die verhoogde benzineprijzen niet betalen, want op Franse platteland heb je echt geen openbaar vervoer. Wij doen ons best om onze kinderen op te voeden en het lukt niet tot het eind van de maand. En dat is meestal de hardste voedingsbodem voor revolutionaire toestanden. Als je naar de koopkrachtplaatjes kijkt, dan zou je denken dat die hooguit stagneert. Maar als je kijkt naar: is het nu voor jongeren mogelijk om een woning te vinden, dan is dat moeilijker dan 30 jaar geleden. Is het mogelijk om je kinderen te laten studeren, dan is dat moeilijker dan het was vroeger. Dus die aspiratie van die middenklasse, die hebben wij de kop ingedrukt. En in plaats dat we zijn gaan denken, dan betekent dat volkshuisvesting onze topprioriteit 1, 2 en 3 is. Dat wij goed openbaar vervoer en misschien wat snellere treinen aanleggen, zodat je ook van buiten de Randstad in de Randstad kunt werken en omgekeerd. En met deze coronacrisis misschien ook nog de helft van de tijd thuis. Dus misschien kan er wel ook in de ruimtelijke ordening meer. Die wordt veel te weinig gevoerd. Dus we hebben het allemaal over... Waar zijn die mensen gebleven, als je het hebt over kiezers, over stemmers? Politieke middenpartijen verliezen hun bestaansrecht als zij niet in staat zijn om de essentiële voorzieningen, waartoe de grondwet ze verplicht om daarin te voorzien, volkshuisvesting, goed onderwijs, goede zorg aan de burgers te bieden, terwijl ze wel hoge belastingen heffen, dan drijf je als middenpartijen je kiezers naar de zijkant. En heeft het CDA ook last van? Dat hebben wij ook gedaan. Dus begrijp me niet verkeerd. Hier zie ik een opdracht voor onszelf.